مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ Dames en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalajorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 18 juli 2020. Kalajorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ACMI Radio 91.3 FM. In Nikeri zit deze uitzending op de 103.5 FM. Kalajorkel is overal ter wereld te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube Zoos Islat in RBN Suriname. Dan gaat u deze uitzending ook kunnen volgen. Deze uitzending is vandaag ook te zien via Alpha Televisie Facebook op Alpha Channel Suriname Facebook. Daar gaat u naartoe, dan kunt u deze uitzending ook via Facebook volgen. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname, dbsuriname.com. En landelijk in ons mooi Suriname is Rashid Pierkans Kalajorkel te zien via Rapar Broadcasting Network, RBN, kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen, Rashid Pierkans Kalajorkel, en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze moeilijke en droevige dagen voor u allemaal. Beterschap aan alle mensen toegewenst die ziek zijn, goede gezondheid aan u toegewenst. En de felicitaties vandaag in de richting van alle mensen die er vandaag jarig zijn. Ik wens u allemaal een hele mooie jaardag toe in COVID-19 tijd, waarbij u mogelijk uw jaardag op een heel andere manier viert dan de voorgaande jaren. De mensen die morgen jarig zijn, wil ik alvast een goede voorbereiding naar hun jaardag toewensen. En morgen zijn jarig, dat is zondag 19 juli, Rajiv Baldeo, die is morgen jarig, en ook Anita Angad is er morgen jarig. Op maandag 20 juli kunnen de volgende mensen hun jaardag voorbereiden: Etienne Palat, Derek Ferrier en John Coutard. Die mogen hun jaardag voor 20 juli voorbereiden. En op dinsdag 21 juli, Pramila Shankar Singh en Dion Leerdam. En overigens alle mensen die de komende dagen hun jaardag mogen gaan vieren, een goede voorbereiding aan jullie allemaal toegewenst. De koersen voor u, de lokale koersen voor u vandaag. De Amerikaanse dollar noteert op straat, als u dat kunt vinden tenminste, noteert het voor de aankoop 14 SRD en de verkoop is 14 SRD en 50 cent. De euro noteert 14 SRD en 45 cent voor de aankoop en de verkoop die noteert voor 14 SRD en 65 cent. De koersen zijn niet gedaald na de aantreden van de nieuwe regering. Dus hoogwaarschijnlijk is de markt ook nog niet echt zo verrast met het aantreden. Maar men kijkt hoogwaarschijnlijk even nog uit de komende weken, wanneer de regering echt operationeel bezig gaat zijn. Want ze zijn nog niet echt operationeel bezig, maar daarover gaan we straks meer erover kunnen vertellen. En dan natuurlijk kan ik ook met u erover gaan praten in Kalajorkel. We willen graag dat u rekening houdt met het volgende, dat mogelijk de uitzendingen van Kalajorkel na 8 augustus permanent verschoven zullen worden naar andere uitzenddagen. En de uitzenddagen die we in gedachten hebben, is dat Kalajorkel verschoven zullen worden uitsluitend op Alpha Televisie. Dat is onze andere kanaal van 5.2 in plaats van RBN. Dan gaan we beide uitzendingen naar de avonduren brengen. We zitten nu al op de woensdagavond op Alpha Televisie en we zitten nu op deze zaterdagochtend via RBN 5.1. Maar we gaan na 8 augustus beide uitzendingen permanent in de avonduren doen. En we denken aan de maandagavond en we denken vooralsnog aan de donderdagavond. De tijden zijn veranderd, de omstandigheden zijn anders. Het zijn twee kanalen, het zijn twee verschillende tijden. En we hebben wat mensen gevraagd de afgelopen maanden, ook via mijn
personal Facebook, wat goed zou zitten. En de vele mensen zijn de mening toegedaan dat we de zaterdag eerder naar de avonduren moeten gaan brengen. Een vrij klein deel was wel de mening toegedaan om het op de zaterdagochtend op RBN te houden, maar dat is vanwege meer emotionele redenen. Omdat Kalajorkel oorspronkelijk is begonnen op de televisie via RBN TV op deze zaterdagochtend. En ook toen ook op de woensdagochtend door mijn vader. Dus een groep mensen vinden op basis van de meer verbinding naar het ontstaan van Kalajorkel dat hij toch op de zaterdagochtend behouden moet blijven, meer vanwege de redenen die ik daarnet heb opgenoemd. Ja, maar echter zijn toch de grote meerderheid is de mening toegedaan liever in de avonduren. Dan zijn er relatief, is iedereen thuis, iedereen is thuis. Over het algemeen op de zaterdagochtend zijn een heleboel mensen met hun eigen bezigheden, wat normaal begrijpelijk is. Mensen maken gebruik van hun vrije dag, zover ze vrij zijn, om hun eigen privé aangelegenheden te doen. Mensen zijn bezig met het opschonen van hun woning, misschien hun auto wassen, hun inkopen gaan doen, bezoekjes afleggen. Dus mensen hebben relatief meer bezigheden in de ochtenduren dan in de avonduren. Dus houdt u rekening mee, wij gaan de uitzendingen na 8 augustus verschuiven naar de avonduren permanent en dan wel op Alpha Televisie. Dus de laatste uitzending op de zaterdagochtend via RBN zal zijn op zaterdag 8 augustus. Maar we gaan u blijven informeren over de verschuivingen en de nieuwe dagen en de tijden. Het blijft 8 uur 's avonds, maar het worden de nieuwe dagen. Daar gaan we u blijven herinneren eraan, zodat u ook gewend raakt aan de nieuwe dagen. Die komen op Alpha Televisie, kanaal 5.2 van Kalajorkel. Laten we u wat internationaal nieuws doorgeven. Het is altijd goed om te weten wat er in de wereld gebeurt, want u weet de wereld bestaat niet alleen uit Suriname. De grote wereld bestaat uit 196 landen waarmee we toch allemaal naar moeten kijken wat er gebeurt, zodat we de goede zaken ook kunnen meenemen voor onze eigen ontwikkeling en we ons ook kunnen voorbereiden op de minder goede zaken die zich voordoen op deze wereld. In Amerika, daar is een drugsdealer en een moordenaar, Dustin Hanken, 52 jaar, die is vrijdag geëxecuteerd in een gevangenis in de staat Indiana. Het is de derde doodstraf die wordt uitgevoerd op last van de federale overheid in de Verenigde Staten in 1 week, nadat federale executies 17 jaar niet meer waren voorgekomen. Hanken vermoordde in 1993 samen met zijn vriendin 5 mensen in de staat Iowa, onder wie 2 meisjes van 6 en 10 jaar. Hij werd veroordeeld in 2004. De 2 mannen die eerder deze week in dezelfde gevangenis waren geëxecuteerd, hadden ook kinderen vermoord. In Frankrijk, in de stad Nantes, is een kathedraal in brand gevlogen vandaag. Het gaat om de Saint-Pierre en Saint-Paul-kathedraal. En er was vandaag een hevige brand. De plek van de kathedraal geldt al jaren als een plaats van aanbidding. In de Romeinse tijd stond er een tempel gewijd aan Janus. Daarna zou er achtereenvolgens een basiliek uit de 14e eeuw, een kathedraal uit de 16e eeuw en een kathedraal uit de 11e eeuw staan. De bouw van de huidige kathedraal werd begonnen in 1434. Sinds 1982 stelt de kathedraal als historisch monument in Frankrijk. Op 15 juni 1944 raakte het gebouw beschadigd door bombardementen door de geallieerden. In 1972 raakte de kathedraal beschadigd door brand. Het is ondertussen net iets meer dan een jaar geleden dat de iconische Notre-Dame in Parijs vuur vatte. De wereldberoemde kathedraal raakte daardoor zwaar vernield. We gaan voor u direct de telefoonlijnen opengooien. Ik verwelkom uw maatschappelijke mening in Rachid Pierkans Kalajorkel. En alleen maar ter herinnering, voor u allen als een reminder, u mag altijd participeren in deze uitzending. Ik zeg altijd, hou het beleefd. Beledig geen mensen. Doe even nog net niet vervelen. En dan laten we alles toe. Probeer niks persoonlijk, want dan gaan we u uit de lucht halen. Zo simpel als dat. Kalajorkel is niet moeilijk. Alles mag, zolang u het netjes beleefd en beschaafd houdt.
Laat me u wat COVID-19 informatie geven over ons eigen land. Wie dat het coronavirus er nog is. En er zijn zoveel mensen op straat vanwege het feit dat onze avondklok, want u weet, er is nog een lockdown, maar die is wel van 10 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. En verder mogen mensen daarna overal gaan. Rekening houden met de COVID-maatregelen, dat u een mondbedekking moet ophebben als u op de openbare weg bent. En dat u zelf ook veilig moet houden, zodat u andere mensen niet ook in gevaar brengt. Maar het is tegenwoordig zo druk in ons eigen land, op de openbare weg, dat je bijna zou denken dat er geen coronavirus meer is in Suriname. Het leven gaat normaal door. Mensen proberen zich her en der toch wel aan te passen. En je hebt toch nog wel altijd een groep die denkt dat er nog net niets kan gebeuren. Maar het gebeurt nog steeds. Jammer, hoe jammer dan ook, het gebeurt nog steeds. 943 mensen zijn positief getest. 600 mensen zijn hersteld. Met de nadruk op 600 hersteld. Jammer genoeg hebben we nog 1 dode moeten betreuren. Een 80-jarige is komen te overlijden in het Wanica ziekenhuis. En dat brengt het aantal doden op 19. Wij condoleren hierbij de nabestaanden van de 80-jarige die is komen te overlijden door het coronavirus bij deze. 6 mensen liggen nog in intensive care en 224 mensen zijn in de quarantaine. Het blijkt ook dat 3 mensen positief zijn getest onder de brandweerlieden. Bij Huis Asiana was ook gebleken dat een paar personeelsleden ook positief waren getest. En het blijkt dat de organisatie daar, de vakbond, het niet eens was met de manier van maatregelen die de directie heeft getroffen. En naar aanleiding daarvan hebben ze een staking afgekondigd, omdat men vindt dat de directie niet genoeg maatregelen heeft getroffen om de medewerkers tegen COVID-19 te beschermen. Weliswaar blijft bij Asiana blijft de bewaking intact. De bewoners krijgen voeding en vooralsnog is wel bekend dat het gebouw ontsmet is. In Guyana is verplicht gesteld nu dat mensen in het openbaar ook een mondbedekking moeten dragen, welke wij alle poos hier hebben vastgesteld in ons eigen land. Internationaal, India is het derde land waar meer dan 1 miljoen mensen besmet zijn. En 1 miljoen, dat is heel erg veel. Als je nagaat in India een bevolking heeft van 1,3 miljard mensen. En wanneer 1 miljoen mensen in India besmet zijn, dan kan je nagaan wat het effect kan hebben op die spin-off op die 1,3 miljard. In Amerika is het aantal op 3,5 miljoen mensen. En rekening houden dat Amerika pakweg 328 miljoen inwoners heeft. En Brazilië heeft er 2 miljoen besmettingen, waarvan Brazilië 200 miljoen inwoners heeft. Trump wil de Amerikanen niet verplichten de mondmaskers te dragen. En in de staat Texas zijn 1000 gedetineerden besmet geraakt in een gevangenis. Goedemorgen, dit is Kala Jorkal. U bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pierkan. Goedemorgen, mevrouw. U spreekt tot een 85-jarige. Oh, geweldig, geweldig. Ik hoop dat ik ook uw leeftijd mag gaan halen. Het komt ongemerkt, hoor. Okay, vertelt u me. Mevrouw. Ja, ik zeg, laat me direct bellen voordat die andere dames bellen. Ja, ik hou van uw inleiding. Het is prachtig. Ja, ik geniet van uw programma. En ik hoef u niet te zeggen dat u door een ringetje bent te halen. Okay. Ik leer ook veel ondanks mijn leeftijd, hoor. Is goed, mevrouw, is goed. Ja, okay. Gaat u zo door met uw programma? Ja. Want niet alleen de jongeren genieten, maar ook de 85-jarigen. Is goed, mevrouw, oké. Okay. God bless you. Oké, okay, dank u wel. And keep you. Oké, okay, dank u wel, dank u wel. 85 jaar, dat is niet in ieder gegund. Dat zijn zeer exclusieve leeftijden. En dat zeggen we altijd, dat zijn God-given leeftijden. En als soms mensen vragen van, ja, hoe komt het dat we deze uitzending doen? Kijk, als u mij eenmaal op de tv ziet, overigens, dat is pakweg
Deze uitzending bestaat 25 jaar. Ik deed ook al een poos eerder in mijn leven. Toen ik 25 jaar was, deed ik Tell It Like It Is. Ik deed toen 7 even in mijn betere jaren, zeg ik ook waarschijnlijk. Maar wat u ziet, met alle goede dingen en met alle minder goede dingen, want die minder goede zaken die heb ik natuurlijk ook. Ik ben een product van u eigenlijk, want u hebt me eigenlijk gemaakt. Maar als ik zoveel jaren tot mensen praat en zoveel heb gehoord, zoveel postdingen heb gehoord, ook zoveel fouten mogelijk heb gemaakt, dan is uiteindelijk het eindproduct een product van de luisteraars en de kijkers. Niets meer en niets minder. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Bent u er nog? Ja, hallo. Ja, goedemorgen. Gaat u gang? Goedemorgen, meneer Farid Pirkan, met de heer Amrit Pasha Barak uit Nederland, Arnhem. Oké, welkom. Ik wou twee punten aanhalen wat onze president had gezegd, als u mij de gelegenheid geeft. Hallo? Ja, we luisteren. Gaat u gang. Onze president Chandrika Pasha Santokhi had hij tijdens de Meet People had hij gezegd dat hij bepaalde dingen zou terugdraaien. Het ene is de visumbeleid en die andere is die goedkoop kapitaal. Dan had ik over de visumbeleid had ik een heel simpele voorbeeld aangegeven met oplossingen. Dat de mensen gewoon hoeft niet af te schaffen. Gewoon 50 euro aanhouden, 50 euro. Maar dat moet niet bij de immigration, bij de militaire politie als ze komen scannen. Keer aantal. Niet ingezetenen, keer aantal. En dan moeten ze die geld gewoon storten. Daar is niet moeilijk. En die andere van mij, die ik wil aanhalen, is het die goedkoop kapitaal van de diaspora. 1-2% of 3% had hij gezegd tijdens Meet the People. Had hij gezegd. De rente die ze betalen nu voor de Oppenheimer is 12,8%. En als ze goedkoop kapitaal van buitenland wil halen, ben ik ook bereid meer dan 10.000 te geven. En u en ik kunnen dat permitteren. Stel dat 100.000 mensen is. 100.000 keer 10.000. Meer dan 10.000 is 1 miljard. Dan kunnen we die lening gewoon van Oppenheim betalen en van de andere leningen. Dan kunnen we zo goedkoop kapitaal halen. En heel veel mensen met mij kunnen dat doen. Dat was mijn vraag. Ik wil hiervoor of ik kan hierop reageren. Oké, dank u wel. Dan kunt u doorluisteren naar de radio, maar bedankt voor het bellen. Kijk, ten aanzien van visum, we moeten zaken niet ingewikkeld maken. Een regering bepaalt haar eigen beleid. Wat mensen aangaat, visum, we moeten dat niet gewoon online doen. We hoeven geen dingen te gaan ontdekken. Kijk, als ik naar Turkije wil, ik geef een voorbeeld. Ik wil naar Turkije, hoef ik geen visum meer aan te vragen via de ambassade. Ik ga online, ik vul mijn informatie in. Ik betaal via je whatever kaart, betaalkaart. Betaal je dat bedrag, je print hem uit en je vliegt. Dus we moeten niet ingewikkeld doen. Oké, waarom gaat deze telefoon nou over? Dat is toch weer de bedoeling, heb ik dat ding uitgemaakt. Maar ja, waarop het neerkomt, we hoeven niet ingewikkeld te doen. Dat we hier op Zanderij moeten komen betalen en dan weer in de rij moeten gaan staan en weer voor een loket moeten gaan staan. De wereld beschikt over internet, vraag dat ding online aan, betaal met je betaalkaart, print dat ding uit en vlieg naar het land toe. Dus we moeten niet ingewikkeld doen wat dat aangaat. Dus dat kan. Dus we kijken uit naar het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken. Want dat ligt bij Albert Ramdien. En ik denk dat Albert deze dingen wel kent om het simpel te maken. En niet ingewikkeld te maken. En wat het goedkoop kapitaal aangaat, daar kom ik straks op terug. Maar laten we de beller eerst de gelegenheid geven. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Farid. Goedemorgen. Ik had een vraag. Ja, mevrouw. Voor de verkiezing. Ja, goedemorgen, ik heb u al gegroet. Ja, ik groet u nog een keer. Ja, voor de verkiezing had u gezegd dat u voor iemand zou stemmen die mensen die corrupt bezig waren op te sluiten. Is die man gekozen? Of die mevrouw? Ja, die is gekozen. Ja. Ja, iemand timmert daar bij u in huis, hè? Ja, is mijn buurman. Oh, is je buurman. Prima. Ja, die persoon is gekozen.
Gaat u gang, mevrouw. Want... Is die persoon gekozen, alsjeblieft? Ja, mevrouw. Die persoon is gekozen, mevrouw. Oké. Nee, power hoor, Farid. Oké. Power. En gefeliciteerd met onze president. Is goed. Dank u wel, hoor, mevrouw. Ja, eerst dank bedankt u wel. En een fijne dag voor Farid. Ja, oké. Dank u wel. Dit is Kul Ajorkul. Kijk, parlementariërs, u moet... Ik probeer steeds in deze uitzending mensen die het mogelijk niet weten te informeren hoe het systeem werkt. En iedere dag komt er een beller bij, er komt een kijker bij, één komt, één gaat. Het is een ongoing proces waardoor vaak genoeg het voorkomt dat sommige mensen zeggen, ja, maar waarom herhaalt deze mensen deze manier toch zoveel? En dan is het inderdaad veel voor mensen die regulier naar Kalajorgel kijken. Dan is het storend als ik steeds herhaal. Maar je moet weten, mensen in het parlement, DNA-leden, zijn geen mensen die in de uitvoering zitten. DNA-leden kunnen niet beslissen of mensen worden opgepakt of niet worden opgepakt. DNA-leden zijn mensen die uw problemen kunnen aankaarten en ervoor zorgen dat aan de hand van uw problemen wetgevingsproducten worden gemaakt of wetswijzigingen worden gemaakt op basis van een land, op basis waarvan een land geordend moet worden. Maar een DNA-lid bepaalt niet die moet opgepakt worden. Het opsluitingsbeleid, vervolgingsbeleid, is ook niet bij die president. Is ook niet bij Santokki. Santokki kan niemand oppakken. Hij heeft die bevoegdheid niet. Die bevoegdheid is bij het Openbaar Ministerie, bij het OM. En dat zit bij de PG Bajnaar Pandey en zijn mensen. Daar zit het. U moet het systeem kennen, anders kan mensen zo verwarrend zijn dat mensen plotseling zeggen, ja, maar waarom pak hij nou die op? Dit land is geordend, maar als u het kent, dan weet u waar u die accenten op moet gaan leggen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, gefeliciteerd. Met? De president natuurlijk. Oh, u bedoelt onze president? Met onze president. Ja, prima. Ja. Het voelt aan alsof Suriname, dat slavernij afgeschaft is geworden. Zo voelt het aan, hè, nu. Zo'n hibby is afgevallen. Want 26 mensen bepaalden voor ons wat wij moesten doen met onze geld. Wij hadden niks meer te zeggen. 26 mensen hadden beslist voor ons. Dus we zijn nu bevrijd. Geweldig. Ja, toch? Oké, dankjewel. Kijk, waarom mensen zich mogelijk opgelucht voelen, en dat gaat om honderdduizenden mensen. De vorige regering heeft, ja, ik werd er gewoon kotsmisselijk van alle leugens. Hè? Continu, back to back, werd er gelogen en men bleef liegen. En je werd er gewoon misselijk van en je kon door die leugens heen, kon je niks tegenaan doen. Begrijpt u? En dat maakte mensen zo kort. Want terwijl men bezig was continu leugens aan elkaar te rijgen, verpauperden mensen hun levens ook verder. En waarom de mensen zich opgelucht voelen, hoogwaarschijnlijk, is dat niet dat, want deze regering heeft nog niks gedaan, hè? Dit heeft nog niks gedaan, maar mensen voelen zich zo opgelucht dat ze die hippie van die leugens die back-to-back kwamen, dat ze die niet meer horen. Dus het is zo'n opluchting. Meneer Arkili Tori Moro. Meneer Tori Lik Next No Fout Moro. Op het moment dat mensen ook iets zeiden, goede burgers ook iets zeiden, dan werden ze snel bekritiseerd. Hun families werden aangevallen. Ze werden persoonlijk aangevallen. Men ging over zaken praten die niet van belang waren. En daardoor waren mensen dan ook angstig en huiverig om te praten. En dat is die hibby die mensen hoogwaarschijnlijk voelen van, het is toch een klein beetje van me af, hè. U bent in de uitzending. Goeiedag. Ja, goeiedag. Heer. Ja, gaat u gang. Goedemorgen. Ik heb een vraag te aanzien van de schandaal, of wat de beste schandaal, over die cultuurtuinlaan, dat nu daar is verkaveld en de namen van de mensen op Starnieuw zijn vermeld. Mijn vraag aan u is, kan dit worden teruggedraaid? Want het is al verkaveld, het is al via de notaris, het is al bij het glis. Iedereen weet al wie de nieuwe eigenaren zijn. Kan dit worden teruggedraaid? Want het is wel een natuurpark in Paramaribo.
Dus behalve dat zijn die gronden natuurlijk heel wat waard. En als het verkaveld wordt, maar het is eigenlijk een natuurpark en een plaats waar men gaat lopen en trimmen, et cetera. Het is toch een schande dat dit gebeurt, twee voor de benoeming van de regering. Oké, dank u wel. Kijk wat de mensen, de burger, de afgelopen dagen heeft bezig gehouden, is dat op de dag van de inauguratie van de nieuwe president, de burgerij geschrokken is dat mensen bezig waren met ontbossingswerkzaamheden in wat bekend staat als Cultuurtuinlaan. En het blijkt dat daar tientallen mensen kavels toegewezen hebben gekregen in een gebied dat staat als een, bekend staat als een beschermd gebied met eeuwenoude bomen. Een gebied dat beschermd staat als een erfgoed van ons land, dat mensen daar overnight kavels hebben gekregen. En het blijkt dat deze kavels zijn uitgegeven in de grootte van 355 tot 600 vierkante meter met een totaal oppervlakte van 6,7 hectare. En het blijkt dat deze kavels op de valreep getekend zijn geworden door de minister, de waarnemend minister van RGOB, Noor Salim, die minister oorspronkelijk is van Binnenlandse Zaken. Het blijkt ook dat 14 juli deze zaken getekend zijn geworden en 6 juli zijn de kaarten vervaardigd en op 16 juli is de ontbossing begonnen. Milieugroepen zijn toen in verzet gekomen en zijn daar gaan protesteren waar daar de werkzaamheden zijn gestopt, vooralsnog zijn gestopt. De vraag is die meneer stelt, kunnen deze zaken teruggedraaid worden? Kijk, er is een probleem dat men moet gaan onderzoeken. Eén, als het was vastgesteld dat het een gebied is dat beschermd is, een beschermd gebied is, dat het vastgesteld was als te zijn een stukje erfgoed van Suriname, niet van personen, dan kan men het wel wat ertegen doen. Maar men moet eerst juridisch bekijken, want het zijn officiële documenten. Formeel heeft men het niet gestolen, het is maatschappelijk incorrect, want formeel heeft men een document ervoor. En ik denk dat men ernaar moet gaan kijken in de zin van, heeft men de wettelijke zaken wegen wel op de juiste manier bewandeld om die gronden te verkavelen of toegewezen te krijgen? Moet men gaan kijken. En men moet ook gaan kijken als er hier geen sprake is van een crimineel delict. Of het niet afgehandeld moet worden als er zijn een crime delict tegen die samenleving. Maar het gaat juridisch onderzocht moeten worden, want deze mensen doen hun criminele daden, zover het een criminele daad is, en dan spijkeren ze hem vaak genoeg waterdicht, waarbij die staat dan opgezadeld is met het probleem. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Piran. Goedemorgen. Ja, laten we Suriname feliciteren met onze nieuwe regering. Ik wil een geste doen als burger en als gepensioneerde. Dan moet even dan vertalen in algemeen Saint-Anton. Voor Mickey, alles maar die ook wel aan een pensioen. Awang tevreden gevoel en breed dat ik wel aan een pensioen. En voor den sma, die wel aan een pensioen. Voor den abi, afiri voor actieverlenging. Voor dat president de jongen die moest kunnen bagaan. Ik wil een voorstel naar de regering. Dat die ambtenaar ook weer een pensioen. We gaan het doen, misère. Alleen door dat ik bijvoorbeeld even maak een salaris 100% weer door. Want ik maak een premie te laten, een deel. Maar alleen voor tegemoetkoming, voor mij een man een plezier dat ik ben aan pensioen. Mijn klant die ja man een salaris 100%, ik wil een salaris 100%. En ik wil een klant die een moro mooi. Dan ik had een 5% moro aan lucht. Dat nu was mijn afgevitte. Voor een actieverhoging, die gepensioneerde, want het ding kon hebben. Dus als de man kan abas aan het einde gedacht en tegen dit programma kan ik nog een sabi. Maar, mij, nog een suggestie met je dus. Previous, pref aan man, ik was dan een pikkel toch aan pensioen. Mij
kama awan blije vooruitzicht dat hij me gogo rosto ma mekis mi moni en mi no opina. Want ja, soms man nou echt een misère, dame op nummer 26, en die jaren, en dan man, nou voor die next, en man ik wang aan next. Maar ik wang man gewoon een volledig. Moni san, ik is het een moentabu, plus kade lanti na ga moen, tu san moro, 5% moro, kandidat san om de om moro, blije vooruitzicht voor die. Alle ambtenaren die ook gaan naar pensioen en die de man die een actie verlenging aan de sade en sade een aantrekkelijk morgen, want aan de horecotoe kiezen 100%. Dat is een actie. Oké, dank u wel. Kijk, vaak genoeg praten wij alleen over pensioenen van ambtenaren. En wij denken dat dit land alleen bestaat uit werkers die bij de overheid werken. En dat is niet waar. Is niet waar. Duizenden andere mensen werken niet voor die overheid. Dus wanneer een pensioensysteem moet komen en op lijn gebracht moet worden, moet het voor alle burgers op lijn gebracht worden. Want de staat bestaat niet uit ambtenaren en werkers bestaan niet alleen uit ambtenaren. Werkers bestaan ook uit die man die onder de markt werkt, die man die taxi rijdt, die man die landbouwer is, die man die in de visserij is. Maar steeds praten we over ambtenaren alsof... Hey, is zaken die bij mij werken, is geen ambtenaar. Dus wanneer we moeten kijken, moeten we naar alles kijken. Maar terugkomen op die ambtenarij. Waarom zijn ambtenaren altijd zo onzeker geweest over hun pensioenen en tot heden? Omdat we weten dat de afgelopen 40 jaren, primair de afgelopen 33 jaren, zijn de pensioenen steeds ontwaard. En dat komt steeds door wanbeleid, corrupt beleid, tot nonsens, tot non-beleid is het ontwaard. Wanneer de burger en die ambtenaar en die burger aan het eind weet dat hij niets overhoudt wanneer hij 60 is, want die burger moet weten dat wanneer ik begin te werken als ik 25 ben, en als ik 60 ben, dat ik rustig door kan gaan met mijn leven. Bij ons was die staart nooit goed geregeld. Dat is die staart. Je begint te werken als kop, maar die staart was niet geregeld. Wat gebeurt er? Dat je mensen hebt, ik zeg niet alle mensen, dat je mensen hebt die gaandeweg hun rit naar die staart toe alles meeharken. Dat betekent ze gaan zaken doen die ze niet moeten doen, omdat ze onzeker zijn dat ze in die staart aan het eind iets goeds kunnen krijgen. En dan heb je mensen in dat systeem die wel zaken mee hebben geharkt naar eind van bestemming van hun, omdat ze zo onzeker zijn over wat we noemen hun pensioen aan het eind. En dat was nooit goed geregeld. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Pirkan. Ik zou zeggen alvast een fijn weekend. Dank u wel. En wat ik wil zeggen is dit. Wat gebeurt er met, grof gezegd, Wakapasi? Want Wakapasi behoort aan Palmetuin. En nu is Wakapasi was ondergebracht bij de First Lady. Waarover ik het nu wil hebben, wat gebeurt nu met Wakapasi? Waar gaan de gelden naartoe? En aangezien dat de gelden ergens gaan, wil ik ook graag van u willen weten waar het geld dan naartoe gaat. Want als de mensen er niet meer zijn, wat gebeurt er dan met het geld? Waarom is het niet ondergebracht bij een... Hoe is het waar mevrouw Sandy is? Waarom is het geld niet? Waarom is dat alles niet naar daar gestuurd? En ik heb, u zegt eigenlijk dat je maar één vraag mag stellen. Maar waarom draaien ze dat ding niet terug? Want we leven, grof gezegd, in een half uur eerder dan normaal. Dus die twee dingen wou ik even vragen, meneer Pirkan. Ik zou zeggen, fijn weekend en we luisteren verder. Ik heb uw tweede vraag niet begrepen. Mijn tweede vraag is duidelijk. Het uur is veranderd van, zeg maar, 5 uur 's morgens. Dan moest je dan een half uur eerder wakker worden voor, hoe is het nog alweer... Boters hadden dat alles teruggedraaid, een half uur terug, toch? En dat moeten ze dan terugdraaien. Want kijk, als je half vijf opstaat... U bedoelt onze klok?
Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Oké, okay, prima. Ik begrijp u. Dat begrijp ik u. Oké, oké. Okay. Prima, dankjewel. Ten aanzien van die klok weet ik niet of dat teruggedraaid was. Ik moet dat even checken. Nee. Jongens, was die klok ooit teruggedraaid? Nee, ik kan me niet herinneren dat die klok was teruggedraaid hoor. Dus misschien vergist u zich, maar ik zal dat toch even wel checken. En by the way, dames en heren, ik ben geen parlementariër. Dames en heren, ik ben geen regering. Want u bombelt mij met vragen, wat ik verwelkom, maar ik ben niet uw parlementariër. Maar ik probeer u wel antwoorden te geven, zo goed als ik het weet. In principe zou ik een parlementariër naast mij moeten hebben, met een beetje ervaring die hoogwaarschijnlijk wat u zou kunnen vertellen. Maar ten aanzien van Wakapassi, dat is een project, gefinancierd destijds, niet met eigen middelen, want we hebben weinig gebakken met ons eigen geld. Bouters heeft niks gebouwd met eigen centen, niks, alles was leningen. En dit was een donatie van het land India. Wakapassi was toen de president van India hier op bezoek was, heeft hij een geste gedaan naar het land Suriname. En deze dingen worden van tevoren geregeld uiteraard, want hij komt niet binnen en zegt, hey, hier heb je een check en kijk wat je kan doen. Nee, de man komt, het wordt van tevoren geregeld, als hij komt dan gaat hij een geste doen. En zo is er een geste gedaan, er is een bedrag geschonken en met dat geld hebben ze toen daar bij Palmetuin, wat bekend staat als Wakapassi, opgezet. En wat die meneer vraagt, waar gaan de middelen naartoe? Ik moet even navraag doen onder welke entiteit het is uitgebracht. Het is geen privébezit van mevrouw Bouterse, houd dat vast, dat kan nooit zo zijn. Het kan nooit een privébezit zijn. Het moet ergens ondergebracht zijn in een entiteit. Het kan zo zijn dat ze toen ze first lady was, uitgaande van haar functie als first lady, het onder haar beheer was, maar ze kan het niet meenemen naar huis, dat kan gewoon niet. Dus ik moet nagaan waar ze onder welke entiteit is Wakapassi ondergebracht. En wanneer ik dat weet, kan ik u een zinniger antwoord geven. Maar ze kan het niet meenemen naar huis, het kan nooit haar eigendom zijn, dat kan sowieso niet. Ik ben straks weer terug met meer Kelajorkel. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kel Ajorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag, 18 juli 2020. Mijn naam is Farid Pierkan, ik presenteer u deze uitzending. Ik vraag u graag rekening mee te houden en zover u dat wenst, niet verplicht een aantekening te maken dat na 8 augustus de uitzendingen van Kel Ajorkel permanent naar de avond gaan. We zitten nu op de woensdagavond op Alfa Televisie en we zitten zaterdagochtend op RBN 5.1. We gaan na 8 augustus permanent naar Alfa Televisie kanaal 5.2 en dan om 8 uur 's avonds en dat zal dan zijn op de maandag en op de donderdag. En ik ga u vooralsnog blijven herinneren en er komen ook nog uiteraard promotion commercials ervoor. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Farid, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ik wil even reageren op die vraagstelling van die heer van daarnet met betrekking tot die tijd, die timezone. Inderdaad is in de beginjaren van 80 de tijd teruggezet. En zeker met een half uur. Als je kijkt naar de geografische breedtes van Cayenne, Paramaribo en Georgetown, dan was er tussen deze drie steden een verschil van een half uur. Het kan toch nimmer zo zijn dat Paramaribo 7 uur heeft en Cayenne ook 7 uur. We liggen bijna 400 kilometer van elkaar verwijderd. En ook weer 400 kilometer met Georgetown. En dat je, wanneer je in Cayenne hebt 8 uur, dan is het in Suriname ook 8 uur, maar is het in Georgetown pas 7 uur. En waarom heeft men dit toen gedaan? Omdat vanwege het klimaat later op de dag, het warmer werd. Dus als de mensen een half uurtje eerder aan het werk konden gaan, in plaats dus van 7 uur, 6:30,
wat dan op dat moment dan 7 uur werd, want dan was het 7 uur in Cayenne. Dan konden ze dus in plaats van 1 uur of 3 uur van het werk, dan 2:30 naar huis gaan. Dus dat heeft dat hele verschil toen gebracht. Men ging dus, men moest eerder opstaan om eerder aan het werk te komen. Je kan je voorstellen, je staat in het donker op. Dat bedoelt dus die meneer, 6:30 moest hij daar opstaan. Of 4:30, hij had het over 4:30. Ja, terwijl het dan voor dat moment in Suriname 5 uur zou moeten zijn. Dus ik weet niet of de mensen die hiermee belast zijn, ik weet niet, misschien het ministerie van Openbare Werken, dat men dat dus weer kan gaan bekijken om die tijdzones weer te gaan terugbrengen zoals het voorheen was. Dus je zal het misschien hebben, het zal je zijn ontgaan, omdat vanwege dat ritme, je bent op een vroeg. En ik ben weer vroeg naar roken. Dus voor jou. Voor jou maakt dat 30 minuten misschien niet veel uit. Maar voor een heleboel andere mensen wel. Mm-hmm. Dus okay. Naar alle waarschijnlijkheid is dat wat hij bedoelt. Prima. Aboom, Farid. Oké, dankjewel, dankjewel. En zo ziet u het wat ik altijd zeg in deze uitzending. De beste kennis zit aan de andere kant, het zit niet aan deze kant, het zit bij u als kijker en als luisteraar. Ik bedank deze meneer ook voor de aanvulling. Hij heet toevallig ook Farid. Hij heet ook Farid. En we bedanken hem voor de aanvulling. We gaan er werk van maken om met de nieuwe autoriteiten, de nieuwe regering, hierover te praten en hoe zij erover denken. En het was me helemaal ontgaan, en goed dat die man het herinnert, dat het in de begin jaren 80 is geweest. Dat is zo lang geleden. Ja, het was me ook ontgaan. Ik heb het ook nooit onthouden. En bedankt. We gaan kijken met de nieuwe autoriteiten. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Meneer Piet Kaan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Niet alleen de tijd, maar ook 25 februari per direct weghalen. Ja, mevrouw. Dat is één. En men sprak daar over dingen, cultuurtuinlaan, de percelen daar die uitgegeven zijn. Nou, ik denk dat er genoeg expertise is, die mensen die thuis geparkeerd zijn door de vorige regering. En daar kunnen we een heel goed voorbeeld nemen waarbij Rahimel, waar in eerste instantie was uitgegeven door regering Weidenbos Ali Burks als minister toen. Toen was het NH volgens mij, ja. En dan later door het Nieuw Front regering gecorrigeerd is. Dus het is niet moeilijk om de dingen dus dan weer terug te draaien. En expertise hebben we genoeg. De mensen zitten thuis. De mensen zijn thuis geparkeerd. Dat wilde ik meegeven. En het moet natuurlijk blijven. Kuul moet natuurlijk natuur blijven. Het moet van de mensen blijven. En het is van niemand. Het is van ons allen. Okay. Dat wilde ik u meegeven. Is goed. Dank u wel. Kijk, we praten nu toevallig over cultuur. Kuul, wat bekend is als Kuul. Maar de nieuwe ministers die zitten op de departementen, voornamelijk bij het ministerie van RBOG, het ministerie van Grondzaken, zo u wilt, en de minister van Natuurlijke Bronnen. We moeten nog kijken of er 1 millimeter grond nog over is in dit land. We praten toevallig alleen over Kuul, jippie-kaye, omdat we dat te weten zijn gekomen en iedereen praat erover en dat is goed. Maar we moeten ook kijken hoeveel lijken nog niet uit die kasten gaan komen, of er nog 1 millimeter vrij grond is in mijn land overgebleven. Wat we niet weten, wat we nog niet weten. Of er nog 1 vrije concessie over is gebleven, wat we ook nog niet weten. Dus we gaan gaandeweg, de komende maanden nog hoogwaarschijnlijk, gaan we mogelijk veel meer zaken horen van wat we niet hebben geweten. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen.
Meneer Pikan, ik wil van deze plaats uit de Surinaamse bevolking feliciteren met de nieuwe regering en de nieuwe president. Net wat ik al zei, ik volg u, dus dat u de tijden veranderen, dat betekent u gaat een heel vooraanstaande positie innemen binnen de regering. En dat vind ik zeer goed, omdat u kennis heeft van zaken en ik denk mensen zoals u hebben ze nodig in Suriname op dit moment. Ik heb eventjes een stukje gevolgd net van van de tijd. Ik mag niet te mooi uitleg gegeven van de tijdzone, maar ik denk dat het toen de tijd is het gedaan, omdat het voor ons ook voordelig gekomen. Het is namelijk zo, we hebben vroeg zon en wanneer de zon opkomt, gaat de werktempo achteruit. Dus dat het eerder is begonnen, dat ze de tijd verschoven hebben naar voor een half uur, was een fantastisch ding. Dat betekent dat wij, want de zon komt op rond 6 uur bij ons. Dus in principe zouden we nog ongeveer dat we rond 6 uur beginnen. Dat is met in de ochtenduren is met productiever dan in de middaguren. Dus dat als we het om 6 uur nu verschuiven naar 7 uur naar 6 uur maken, dus een uurtje terug, dan zijn we productiever. En dan hebben we in principe, dat is voor het arbeidsproces is dat veel beter. Dus op zich moet dit precies zo blijven. We kunnen juist overwegen om het nog een half uurtje te verplaatsen, waardoor we rond 6 uur al de deur uit kunnen gaan, waardoor de mensen die ingezet worden productiever zijn. Dat is één. Twee, er zijn zoveel dingen die zich hebben afgespeeld in de afgelopen periode, maar ik vind dat wij nou het hoofdstuk moeten afsluiten nu. En ik zou het een advies aan de regering, dat is mijn advies, misschien een hele scherpe advies dat ik zou geven aan de regering en aan u, is om dit stukje af te sluiten. Men heeft allemaal gesproken gehad over de Bouters en dergelijke dingen. Er is een nieuwe regering. Laten we nu met de schone lei beginnen en vooruit gaan kijken en niet meer terug gaan kijken van dingen die zich hebben afgespeeld. Dat er nog heel wat lijken uit de kast kunnen komen, dat hoort erbij. Dus dat komt straks wanneer je na 3-4 maanden gezeten hebt. De Santokki met zijn team gaat evalueren van dit zijn die dingen. En ik denk dat het ook goed is dat we het volk ook inlichten van wat er allemaal zich afgespeeld heeft. En dat we ook rapporteren zodat men weet wanneer er maatregelen straks getroffen worden. Dat men weet waar het vandaan komt. Wanneer de ambtenaren misschien straks hun vakantiegeld niet op tijd kunnen krijgen, dan weten ze waar het vandaan komt. Zodat we de medewerking hebben van iedereen om uit deze impasse te geraken. Maar niet dat we dan proberen te leveren, op commentaar leveren, om te zeggen van, staan kijken van, jongen, van hoe slecht deze regering het gaat kijken. Want ik denk dat wat er nu zal komen, kan alleen maar beter worden. Slechter hebben we er niet gehad. Dus dan moeten wij de regering de kans geven. En dan moet er veel gecommuniceerd worden naar de mensen toe. Om ze te laten zien, dit zijn de cijfers. Laat er een rapport gemaakt worden van de centrale bank, zodat men ziet en publiceren zoals het hoort, want de centrale bank hoort jaarlijks een rapport uit te geven van wat er gebeurd is met de gelden, want ze gelden van de burgers, ze gelden van de banken. Dus dat die dingen gerapporteerd worden, zodat mensen weten en kunnen zien van dit gebeurt echt met je geld, dit is gebeurd met je geld, jongens, en dit is nog de situatie wat we aantreffen. Dus zo gaan we verder gaan. Om die hoofdstuk af te sluiten, zou ik zeggen, meneer, ik neem aan dat ze heel wat treinen hebben verkocht. En ik ben zeker dat het trein op de hoek van de Gemeenlandsweg en de Wanikastraat, waar de politiecentrale, politiepost hoofdkantoor zou komen, die ook misschien al weggegeven is. Ik zou dan zeggen, op de oude plaats waar de revolutie, waar het monument van de revolutie gestaan, dat de nieuwe bureau van hoofdbureau van daar weer opgezet wordt, op de plek waar het al was. En dan kunnen we dan voor de gevallenen van de 8 december moeder, kunnen we een plakkaatje tegen de wand zetten. En misschien voor de revolutie een plakkaatje tegen de wand. Dan hebben we dat hoofdstuk afgesloten. De mensen hebben voldoening in wat er gebeurd is. En dan kunnen we verder gaan met werken aan de toekomst. Dat wil ik doorgeven. Oké, dankjewel. Ik hoop dat de nieuwe autoriteiten luisteren naar wat de bevolking hier zegt. Want dit is een uitlaatklep voor mensen. Kalanchkel is niet primaire uitzending van mij, is van de burgerij. En dat ze die goede zaken die mensen zeggen, want er komen veel goede zaken in deze. Want u weet, dit is geen kletsuitzending, want ik laat geen kletskousen zomaar toe in deze uitzending. Want ik zeg altijd, aan het eind van deze uitzending moeten we allemaal iets hebben geleerd van iemand. Niet per se van mij, maar ook wel van een beller. Moeten we iets hebben geleerd. Al is dat één ding. Dat we zeggen, één. Dat heb ik nog net even niet geweten, weet je? Kijk, dat ding van die klok. En dat was ik even vergeten. Het was gebeurd, maar zo lang dat ik het. En kijk hoeveel mensen erop reageren die het toch nog weten. Dus dan moeten de mensen het meenemen. Mensen moeten het meenemen. Je ziet dat de verandering morgen gebeurt, maar neem die goede zaken mee. Wat het overnemen van een kabinet betreft, president Chan Santokki neemt 10 jaar over en geen 5 jaar Bouterse.
10 jaar. En wanneer je overneemt, moet u weten dat mensen die op de departementen zitten nu als ambtsdrager, dat die mensen de ruimte moeten krijgen met hun manschappen, die kennis hebben van zaken, om te evalueren, wat heb ik in principe overgenomen? Want je moet eerst weten, wat heb ik overgenomen? Je kan niet doorfietsen en je weet niet wat ik heb overgenomen. En dat is zeer belangrijk om te weten. En wanneer je dat hebt gedaan, je gaat nog niet alles weten hoogwaarschijnlijk, want gaandeweg de rit ga je meer te weten komen, maar je gaat tenminste minimaal 50% weten. Dan kan je alvast beginnen erbij te sturen wat je wenst bij te sturen. Maar je moet wel weten wat je hebt genomen. En dat gaan ze gaandeweg. Dus vandaar dat ik altijd zeg, ik geef die mensen even ruimte. Die ministers, geef ze even ruimte. Laat ze in hun comfortzone terechtkomen. Kijk, ik heb ook daar een keer gezeten. Ik weet hoe het werkt. Laat ze in hun comfortzone terechtkomen. De meer ervaren mensen gaan het sneller kunnen oppakken. De meer ervaren mensen. Albert Ramdien zit op buitenlandse zaken. Hij gaat het relatief sneller kunnen oppakken. Want hij heeft internationale ervaring. Hij heeft bij grote organisaties gezeten. Hij heeft voor een grote multinational gewerkt. Hij gaat het sneller kunnen oppakken. Als we kijken naar Armand Agaibersing, die op financiën zit, die moet het snel kunnen oppakken. Sneller dan iemand die geen verstand heeft van cijfers hoogwaarschijnlijk. Want hij heeft bij een van de grootste verzekeringsmaatschappijen gezeten. Hij komt van Azuria, komt hij. Hij moet het sneller kunnen begrijpen. Als we kijken naar Matura op het ministerie van Defensie, die moet het sneller kunnen oppakken. Matura komt uit de gewapende macht. Ze is politiecommissaris geweest. Ze is parlementariër geweest. Haar man, Weilen, haar man, is ook kolonel in het leger geweest. Dus zowel man als vrouw kwamen uit de gewapende macht. Zij zal het relatief sneller moeten kunnen oppakken. Als ik kijk naar die minister Moxie, ik moet even wennen aan die namen, hè. Die moet het ook sneller kunnen oppakken. Hij is een jurist. Qua juridische aangelegenheden zou hij dat sneller kunnen vatten dan iemand die mogelijk dat niet weet. Dus hij zou het kunnen. Mevrouw Walden, die gaat hoogwaarschijnlijk moeten leren. Die gaat moeten leren, want ja, die gaat nog veel moeten leren. Dus hoogwaarschijnlijk gaat ze nog veel foto's maken en handjes schudden. Dus die geeft voor zuurstof. Die geeft voor veel meer zuurstof. Als ik kijk naar Riyad Noor Mohammed op openbare werken. En ik ben zeer content, laat me dat zeggen, met nadruk, dat Riyad op openbare werken is. Er zouden nog best wel andere mensen kunnen, hou dat ook wel even vast, want er zijn altijd meer mensen die het zouden kunnen. Maar waarom ik de nadruk wil leggen op Riyad Noor Mohammed, en ik heb het een keer in deze uitzending gezegd, je kunt al mijn uitzendingen terugvinden op YouTube. Ik vond hem een heel goede parlementariër. Maar vele mensen begrepen Riyad niet, omdat Riyad een cijfermanneke is, statistische manneke is, met graphicswerk, et cetera. En vaak genoeg kwam zijn uitleg niet zozeer goed over bij de massa mensen, maar later had hij het ook door en hij bracht het in een andere taal, in een andere vorm naar de burgerij. Later had hij het wel even door. Maar waarom ik de nadruk let op hem, is misschien niet zozeer onze kwaliteiten, maar dan moet ik nog gaan kijken. Nou, we moeten nog gaan kijken. Maar Riyad is een eerlijk persoon. Ik gebruik die term eerlijk niet altijd in mijn uitzending. U merkt, ik gebruik altijd termen als rechtvaardig. Zelf voor mezelf gebruik ik de term eerlijk niet. Ik gebruik rechtvaardig. Maar hij gaat door als een zeer eerlijk persoon. En hij zit op een departement, een van de meest corrupte departementen in de geschiedenis. Altijd in de geschiedenis. Houd dat vast. Soms minder, maar soms veel erg. Een van de meest corrupte ministeries aller tijden zit hij. Dus die man heeft een zware job. Maar we gaan positief ondersteunen. Positief ondersteunen. Dus los van zijn eigen capaciteit, want hij is goed ontwikkeld. Hij is dokter. Hij is geen dokter die spuitjes geeft, maar gepromoveerd dokter. Hij heeft de denkcapaciteit. En bovenal heeft hij een plus erboven. Hij is een eerlijk mens. Dus ik hoop en ik spreek de wens uit dat hij dat niet gaat schaden. En dat niet gaat toelaten. En voor de rest, laat hem fietsen. Laten we kijken naar Amar Ramadien. Amar Ramadien is een huisarts. Is een jong kerel, heeft verstand van geneeskundige zaken.
Hij moet nog gaan wijzen dat hij een departement kan draaien. Is anders dan wanneer hij een poli draait. Houd dat ook wel even vast. Een departement draaien is meer dan alleen dokter zijn. Dat betekent je moet structuren onder je, die je onder beheer hebt, moet je kunnen dirigeren, je moet het kunnen overzien. Want dokter zijn betekent nog niet dat je een manager bent. Houd dat ook even vast, maar we geven hem wel voordeel van de twijfel. Want hij is fris, hij is jong, hij wil wat doen. Hij is fris, hij is jong, hij wil wat doen. Ik heb ook met hem gepraat voor hij minister werd. En hij klonk wreed enthousiast. We hebben hem vaker gehad in deze uitzending. En toen wisten we nog bij niet dat hij het zou worden. Hij wist het toen ook nog niet. Dus laten we die man die ruimte geven. En laten we kijken naar Reshma Kuldeep Singh. Die is een zeer onbekende. Niemand kent haar. Ik ken haar ook niet. Oké. Okay. Ik ken haar alleen maar dat ze kandidaat was van de VHP ergens op de lijst van 17 in Paramaribo. Ze zit op het ministerie van Arbeid. Het departement ken ik. Ik heb het departement gedraaid. Ik ken het departement. Ze moet gaan kijken of Mustadja de structuren niet heeft gewijzigd. Ze moet gaan kijken of er geen crossover zijn. Maar over het algemeen is het een vrij geordend departement. Houd dat vast. Over het algemeen is het een vrij geordend departement. En ze hebben wel, los van hoogwaarschijnlijk politieke mensen die daar zitten, die niks te flikken hebben, want die heb je altijd. Mensen die een functie hebben gehad en bij God ook niet weten wat ze moeten doen. Hebben ze wel mensen in dat systeem die het departement wel kennen. Dus zo ingewikkeld zal dat ook niet zijn. Wat ze van de grond gaat moeten liften, en dat is nieuw, dat is jeugdzaken. Omdat jeugdzaken ondergebracht is bij arbeid nu, omdat het vroeger was bij sport en jeugdzaken. Ze hebben dat in gesplitst, ze hebben jeugd gebonkt bij arbeid. Dus ze zouden dat een nieuw elan moeten gaan geven. En daar kijken we wel naar uit. Over het algemeen is arbeid vrij redelijk tot goed geordend. Maar ik kom straks daarop terug. U bent de Duitser, goedemorgen. Oh, goedemorgen, Bhai. Goedemorgen. Spreek met Sukhai. Ja, Bhai Sukhai. Ik wil even doorgeven. Kijk, je hebt banken, er zijn verschillende soorten banken. Hè? Je hebt DSB, je hebt RB, je hebt Hakkingbank. Maar vooral DSB, ze sturen geen dagafschriften. En wanneer je vraagt, uitdraai, dan kan je van bijkantoren of filialen kan je niet krijgen. Alles moet je naar hoofdkantoor. Als je daar gaat, dan moet je zien een rij, dat schrik je ervan. Oké, dan krijg je een formulier om in te vullen. Wanneer je hebt gevuld. Oké, wanneer u hoort dat u mag naar huis gaan. We gaan je bellen. Terwijl RB Bank, u gaat, u vraagt, u krijgt direct een uitdraai. Zonder te betalen. Maar DSB moet je betalen. Dat is van mij, Bhai. Oké, nou, dank u wel, dat hebben we het gehoord. Ik weet niet hoe de structuur van DSB in elkaar zit, maar volgens mij verzenden ze geen afschriften meer, als ik het goed heb. Ik kan niet alle advertenties onthouden, maar zover mij bekend, heeft DSB, de Surinaamse bank, levert geen afschriften meer en dat je dat online moet gaan bekijken. Je moet het via internet, moet je afschriften gaan bekijken. Zover ik dat weet, misschien heb ik het fout. Maar ik ga niet iedere dag om met bankzaken, gelooft u me. Maar ik zal het ook even wel voor u vragen. Maar ik had het ergens gelezen dat ze bankafschriften zouden afschaffen. En dat je dat online moest gaan halen, gaan opvragen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, bent u er nog? Oké, maar ik zie die icoontje daar. Die jongens hebben dat niet weggehaald. Oké, die is er wel iemand. U bent er, goeiedag. Goedemorgen. Oké. Goedemorgen, Abdul. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, u kunt praten. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Farid met Ewald Abdul. Ja. Uit Nederland. Ja, gaat u gang. U kunt praten. Ja, ik probeer al lang contact te krijgen met jullie, maar ja, druk natuurlijk. Wat ik even wilde aankaarten, onlangs zijn er diverse berichten verschenen op Facebook met betrekking tot de gelden die de politici en zakenlui in Zwitserland geparkeerd hebben.
wat ik begrepen heb, gaat het om een bedrag van boven de, bijna 800 miljoen dollar. Er zijn een paar namen vrijgegeven, her en der. Onder andere van Boutersen en de vrouw in Waldring. En via heb ik kunnen vernemen dat uiteraard iemand als Sarjo erin zit ook. En Abraham. Ja, maar wat is de vraag? Mijn vraag is, kan de Surinaamse regering door tussenkomst van het Openbaar Ministerie niet een verzoek doen richting Zwitserland om de gelden terug te halen ten behoeve van het Surinaamse volk? Oké, okay, dank u wel. Dat hebben we u gehoord. Laat me voor de duidelijkheid mensen iets uitleggen. Ik heb het ook gezien. Het is iets dat al een paar jaren circuleert. Maar u moet weten, Zwitserland heeft één bankgeheim. Houdt u dat vast. Zwitserland heeft bankgeheim. Zwitserland is een plaats waar je geld veilig kan verbergen. Omdat ze bankgeheim hebben, dat is één. Dat er iets is verschenen op social media, weet ik niet of het waar is, omdat ik ook voor jou iets kan namaken en ik plak het daar voor jou. Geloof me. Ik kan het gewoon namaken en ik plak het daar. En ik geloof echt niet dat je van een Zwitserse bank een uitdraai gaat vinden die op internet terechtkomt. Want de bron is niet bekend. Je hebt iets gelezen, iedereen huppelt eromheen, iedereen maakt er een film van. Ja, ik maak morgenochtend ook één voor je. Dus het is niet natrekbaar of het authentiek is of niet. Wat wel bekend is, dat door de afgelopen 40 jaren, niet nu, afgelopen 40 jaren, veel mensen en veel bedrijven door de onzekerheid binnen onze eigen maatschappij hun gelden hebben bewaard in het buitenland. En al dan niet Zwitserland, al dan niet Hongkong, al dan niet Panama, al dan niet Colombia. Voorheen was dat ook Nederland, ook al dan niet Luxemburg. Overal waar het een veilige zone is, hebben mensen door de onzekerheid van hun eigen land hun geld ergens bewaard. In welke hoeveelheden, dat is mij niet bekend. Maar ze hebben dat gedaan op basis van onzekerheid. En wanneer de overheid, deze overheid, de mening is toegedaan dat burgers middelen hebben oneindig gestolen van de staat op een niet gebruikelijke manier hebben toegeëigend, dan heeft die overheid wel de middelen. Er zijn organisaties die internationale gelden kunnen opsporen. Ik ken tenminste 100%. Die zit in New York. Okay? En die mensen die daarin werken, zijn voormalige FBI en CIA-agenten die forensic accountancy deden binnen deze organisaties. Die hebben hun eigen organisaties opgericht. Dus die bedrijven zijn er. Maar het is een prijskaart om te betalen. Je moet betalen om spoorwerk te doen. Want je moet de sporen van geld volgen. Dat is sporen van geld volgen. Je hebt ook mensen die op grote bankinstellingen werken. Overal ter wereld. Die sporen van geld volgen. Vooral terreurgelden, witwasgelden, dus die organisaties zijn er. Maar de staat zou moeten identificeren als er werkelijk sprake is en op basis van de identificatie is het altijd mogelijk. Maar dat je een afschrift ergens ziet en dat huppelt ergens op Facebook en iedereen maakt er een film omheen, ik huppel niet eromheen, omdat ik kan morgenochtend ook een fake voor je maken en ik plaats het daarop. Goedemorgen, je bent in de uitzending. Dat ze niet luisteren naar taten van mensen. Bent u er nog? Ik wil brengen, want de afzijdende regering, ze doen niet te werken mee. Maar meneer Bouters, wat hij toont is niet wat in hem is, wat hij van plan is. Maar de Heere God zal hem leiden. En ik wil meneer Pierkan ook nog condoleren en hem vragen hoe hij verder gaat leven als hij nog geen gatjes meer heeft zoals Afonso en Nadine. Want hij moest zo om die middelen, hij zei, het zijn zijn gatjes. Wie heeft hij nou als schatje? U bent mijn schat. Oké, dankjewel. Oh, die mevrouw sprak al terwijl ze nog niet in de uitzending was. Maar ik heb het laatste gedeelte gehoord. Ik heb zo genoten van mijn twee liefjes.
Afonsoa en nadenk. Ja, ik moet kijken wie in het parlement nou mijn liefje gaat worden, hè? Of weet je, we moeten even wachten. Is er een nieuw parlement? Kijken. In elke film heb je nieuwe acteurs en actrices die er komen. Dus dan moeten we wel weer wachten. Maar dit is Kalajor Kal. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Voor alsnog als u pas hebt aangezet om te kijken naar deze uitzending. De rules en regulations zijn heel simpel. Heel simpel. Blijft u netjes? Blijft u beleefd? Beledigt u geen mensen? Bespreekt u niet zomaar mensen omdat u ergens op een feest een verhaal hebt gehoord? En u kunt er geen touw aan binden? En u maakt er een James Bond verhaal van? Weet je, we moeten het ding correct, netjes houden. Maar dan mag uw verhaal wel kwijt. U bent in de uitzending. Goeiedag. Meneer Pierkaan, van harte goedemorgen. Goedemorgen, meneer. God zegen aan u en de uwen en God zegen aan alle bellers en de hele wereld. Groet ik. Zelf dan. Van deze plaats uit. Ja, zelf dan nu. Alsjeblieft, vriendelijk dank. Wat ik naar voren wil brengen, wil ik een verzoek doen op de minister van Buitenlandse Zaken. Als hij de visumplicht van Suriname, Nederland niet kan afschaffen. Het zou heel prima zijn, heel goed zo. Goed zou het zijn. Want dan ben je klaar met het. Ben je af van al die ellende, et cetera. Dus gewoon afschaffen. We waren toch wel kolonie van Nederland. Dus zo moeilijk mag het niet zijn. En dat kan wel gebeuren. Dus dat is een verzoek wat ik aan de minister wil doen. Dat is één. En ook mijn felicitatie aan het hele parlement, meneer ook de president, ook de vicepresident. Mijn felicitatie aan hun en nogmaals de hele regering. Maar wanneer men praat over de brede schouders, laat men de brede schouders even aan de kant laten. En laat ons gaan kijken waar al dat geld, de geleende geld, naartoe is gegaan. Want er is behoorlijk geld geleend. En als ik het goed heb, dan praten wij over 27 miljard. Toch is 27.000 miljoen. Is heel veel, gigantisch veel geld. Dus laten we gaan kijken waar dat geld is. Dus, en het, ik zou, maar dit is vrijblijvend hoor, meneer Farid. Dit is vrijblijvend. Kijk, men praat over brede schouders, maar zo, dit is gewoon vrijblijvend, ik herhaal het, van de regering zelf, assembleeleden, zoals de minister, zouden ze van hun salaris. Ik wil de naam schadeloosstelling niet gebruiken, ik vind het gewoon een belachelijke naam, wat het loon van de minister, zo de president, zo de assembleeleden, zouden ze van hun salaris en 25% van hun salaris niet kunnen inleveren. Het zou wel toch ten goede komen voor de samenleving, omdat het land in een crisis leeft op het ogenblik. Het land is helemaal bankroet en dat wordt keer op keer gezegd door de president. En de president heeft 101% gelijk. Mag ik u even onderbreken? Jawel. Hebt u naar de inauguratie toespraak geluisterd van meneer Santokki, ja of nee? Ik heb zo een beetje geluisterd. Nee. Een beetje helpt niet. Hebt u geluisterd? Ik moest ergens dus... Dus u hebt niet geluisterd. Het is geen schande. Maar het is geen schande. Als u niet hebt geluisterd. Dat ga ik u straks vertellen. Die tijd had ik... Ik moest ergens wel luisteren. Nee, het is niet erg. Nee. Het is niet erg. Ik moest naar uitkijken. Het is niet erg als u niet hebt geluisterd. Want mensen hebben ook hun eigen ding voor de dag te doen. Het is niet erg. Maar ik ga u veel zaken die u hebt aangehaald, heeft hij gezegd. Oké. En ten aanzien van datgene, van die percelen die uitgedeeld zijn. Ja, maar het laatste, hè? Prachtige park aan de Cultuurtuinlaan. Wat zei u? Laatste onderwerp, alstublieft. Jawel, de Cultuurtuinlaan. Het moet zo simpel zijn dat men gewoon weer intrekt. Gewoon intrekt. Daar kan je nog geen percelen uitgeven. Zo simpel is dat. Door de percelen zijn uitgegeven, gewoon weer intrekken. Oké. Okay. Ja. Prima. Dus ik ben voorstander dat de percelen weer intrekken. Want als ik zou vragen, zou ik niet krijgen. Misschien zou u krijgen, want u bent heel power. Dus, maar dat gaat u niet doen. Toch? U bent iemand die ver nadenkt, et cetera, zou u niet doen. Maar de percelen moeten ingetrokken worden. Gewoon terug. En de boete van de staat terugkomen. Is goed. Is een heel mooie plaats daar. Is goed. Dus daar gaan we geen percelen gaan uitdelen. Is goed. Dank u wel.
Dank u wel, we hebben u gehoord. Kijkt u, het is begrijpelijk dat niet iedereen die dag heeft geluisterd naar de toespraak, maar iedereen heeft zijn eigen bezigheden. En daarom zijn veel van de dingen die vraag gesteld worden, zijn al reeds behandeld. En veel van de zaken die zo net gezegd zijn, heb ik reeds behandeld. Dus soms als mensen laat aanzetten, dan lijkt het alsof we die onderwerpen nooit hebben. Kijk, laat me dat ding van die visum nog een keer uitleggen. Nog een keer. Dat is mijn mening. Het is niet de regeringsmening. Visum moeten we niet afschaffen. We moeten visum online versoepelen. Met andere woorden, de mensen die willen komen. Maar kijk, Suriname, wij verdienen snel een 2,5 miljoen euro op jaarbasis voor 25 euro als mensen komen uit Nederland, alleen Nederland. Ik heb die 2,5 miljoen euro nodig als land. Ik heb het nodig als land. En 25 euro moet niet relatief veel zijn voor iemand die op vakantie gaat. Want als je 25 euro niet kan betalen, moet je niet op vakantie. Simpel als dat. Wat men moet doen, is men moet het simpel maken. Iedereen in voornamelijk Nederland, in West-Europa, en onze grote groep mensen komen voornamelijk uit Nederland, die beschikken over internet. Als je daar geen internet hebt, kan je niks doen. 0,0. Je kan niks doen in Holland. Niks kan je doen. Online. Pap, pap, pap. Invullen. Naam. Paspoort. Scannen. Bam. Swipen. Met je kaart, swipen met je kaart, 25 euro, print het uit en vlieg. Wat is moeilijk? Dus we moeten niet moeilijk doen. We denken altijd dat we interessant willen doen, geweldig willen doen, allerlei soorten regels. Omdat hoe meer regels we maken, hoe geweldiger we zijn, hoe interessant. Het boeit mij niet. Het boeit me niet. We moeten kijken en Albert Ramdien heeft er kennis van. Als ik een van die dagen met hem zit, ga ik kijken wat hij wil doen. Simpel. We moeten voor landen die bevriende naties zijn, moeten we het simpel maken. Heel simpel. Want we willen mensen toch? Mensen willen we hebben. Dus we moeten niet. En kijk wat Nederland doet. Als Nederland die visum wil afschaffen, dat is een Nederlandse aangelegenheid. Dus als ik naar Nederland ga nu, ik heb een visum nodig, want ik ben een Surinamer. Maar als Nederland vanwege haar nieuwe relatie met de nieuwe regering iets wil doen, dan is het een Nederlandse aangelegenheid. Maar Nederland kan ook niet alleen het besluit nemen. Jullie moeten weten hoe de wereld werkt. Nederland zit in de Europese Unie. Rutte kan niet morgenochtend zeggen, ik haal die visum voor Suriname. Hij kan het niet. Hij moet binnen de Europese Unie met die 27 lidstaten, moet hij het voorleggen. Hij gaat het gedaan krijgen als hij het versoepeld wil. Maar je moet het voorleggen, want je zit in een Unie. Je zit in een Unie. Dus wat het Nederland gaat doen, dat is hun besluit. Maar wij hoeven niet te wachten op Nederland, omdat we een zelfstandige staat zijn. Dus als wij mensen willen verwelkomen, ongeacht of zij ons nou een visum vragen of niet, mogen wij een eigen besluit nemen. Mogen wij een eigen besluit nemen. Online, tikken, 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 tikken. Invullen. Swipen. Printen. Vliegtuig pakken. Welkom to Suriname. Ik ben straks weer terug met meer Kalau Jorkel. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kalau Jorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 18 juli 2020. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik presenteer u deze uitzending. Een reminder voor u. Vanaf na 8 augustus gaan wij Kalau Jorkel uitsluitend in de avonduren presenteren. Dan gaat deze uitzending naar de avonduren. En we gaan de dagen ook verschuiven. Die gaat dan naar de maandag en naar de donderdag gaan op Alpha Televisie. Maar we gaan u blijven herinneren eraan. We gaan een verschuiving krijgen dat die uitzendingen permanent beide naar de avonduren gaan en dan op de maandag en op de donderdag na 8 augustus. Zaterdag 8 augustus wordt dan de laatste uitzending op RBN Televisie Kalau Jorkel. En de week daarop gaat alles naar de maandag en de donderdag op Alpha Kanaal.
Deze uitzending is ook te zien via Alpha Televisie Facebook. Ik verwelkom ook veel mensen uit Nederland. Ik kan u vertellen dat wij zeer binnenkort, het is al in de planning hier, het moet nog uitgevoerd worden, dat wij iedere dag, gericht op Nederland, gaan wij 2 tot 3 uren de uitzendingen van RBN vertonen via Facebook. En die uitzending gaat komen via RBN Facebook. Dus de mensen in Nederland kunnen erop rekenen. Op Nederlandse tijden, aangepast op Nederlandse tijden, gaat u al onze uitzendingen kunnen volgen op iedere dag. Maar we gaan dat nog officieel mededelen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, meneer Pekan, goedemorgen. U spreekt tot John. Moet u luisteren, een heel eenvoudige zaak. Ik denk dat mensen dat u het voor mij kan oplossen. Moet u luisteren. De auto's van de afgetreden ministers worden ze afgestaan aan de zittende regering. Dat is 1. En de tweede vraag is, de diplomatieke paspoorten van de afgetreden minister worden ze dus ingetrokken, want een paspoort is eigendom van de staat. Dan weet u wat ik daarmee bedoel. Ik luister verder naar u, alstublieft. Dank u wel. Was ik maar liever parlementariër geworden, hè? Oké, nee. Ik zou het niet volhouden daar, geloof me. Ik vind het zo leuk met jullie. Laat me u uitleggen. Als in de dag dat de minister aftreedt, heeft hij nog 6 maanden recht op alle faciliteiten. 6 maanden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maanden. Dat betekent ook, heeft hij die voertuig ter beschikking. Dus hij heeft alle faciliteiten voor de duur van 6 maanden. Na 6 maanden valt alles weg. Alles valt weg. Wat hun dienstvoertuig aangaat, is het gebruik dat de minister als eerste aanspraak mag maken om het te kopen. Let wel, te kopen, omdat men gaat ervan uit, je hebt er 5 jaar in gereden, whatever. Jij mag de eerste zijn die het mag kopen, maar dan wel tegen de afschrijfwaarde van het moment. Dus als een auto heeft gekost $60,000 en het heeft een jaar gereden en het heeft een marktwaarde van $50,000, dan moeten ze $50,000 neertellen. Dat zijn de standaard rules en regulations. Maar als men een auto heeft gekocht voor $60,000 en men flikt het om te kopen voor 25.000 SRD of 40.000 SRD, dan is dat corruptie en diefstal. Houdt u dat vast. Wat de diplomatieke paspoorten aangaat, die worden dan ingetrokken na 6 maanden. Omdat een diplomatiek paspoort is voor dienstverband. Ja, het is geen burgerpaspoort. En dat gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken intrekken. Het ministerie gaat het intrekken en dan krijg je burgerpaspoort terug. Want je bent daarna een dood ordinaire burger. Met evenveel rechten als jou en mij. Niet moeilijk. Dus je diplomatiek paspoort wordt ingetrokken. Buitenlandse Zaken, afdeling protocol, gaat het intrekken. En je krijgt daarna je burgerpaspoort terug. Dat zijn de rules en regulations. Dit is Rashid Pierkans, Kulajor Kullen. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Leuk dat u er nog bij bent en luistert. Laten we naar de ministers gaan. Ik zei al eerder, we moeten de mensen redelijke kans geven om in te werken. Het is een overname van 10 jaar van een gewezen regering. En 10 jaar heeft men de departementen gedraaid, goed schik, kwaad schik, op hun eigen manier. Dus ieder nieuwe minister moet dan gaan kijken van wat neem ik precies over, wat wil ik herstructureren en wat wil ik precies gaan doen. Want ze moeten ook wel weten, wat wil ik gaan doen. Goedendag, u bent in de uitzending. Dag meneer Pirkan. Dag mevrouw. Hier een vraag van een oude senior die ook altijd naar u luistert. Ik hoor dat u uw programma gaat wijzigen, maar alsjeblieft. Niet te laat, want ik mis die van woensdag al. Omdat Sinterklaas al in mijn ogen strooit. Maar 8 uur 's avonds, is dat laat? Dan kan ik woensdag niet volgen, maar ja. Is 8 uur 's avonds is toch een mooie tijd? Is een mooie tijd, maar niet voor senioren burgers. Maar hoe laat gaan jullie gemiddeld Weet slapen? Weet je, soms val ik al... Hoe laat? Eerlijk,
na nieuws van STVS volg ik soms. Nu wil ik het weer gaan volgen, maar het was een beetje maar meer naar NOS. En dan volg ik soms nog eventjes een programma. Maar voor ik wil even realiseren dat ik... Oh ja, ik moet RBN nou. Dan ben ik alleen maar bed. Dan kijkt u mevrouw. U houdt toch van mij. Houdt u van me, mevrouw? Houdt u van me? Houdt u een beetje van me? Een klein beetje. Hoe bedoelt u? Meer dan al die mensen die altijd bellen. Ik hoor die ene dame, ik ben jaloers op haar. Die ene dikke dame, hoe heet ze weer? Assisa. Maar luister, mevrouw. Assisa, ik ben jaloers op haar, want ze heeft die hele schat al genomen met DNT. Maar kijk, mevrouw, dan moet u een beetje langer wakker blijven voor mij. Een beetje langer wakker blijven voor mij. Miguel, kijk, al wil ik. Meneer Perkan, niet om wat. Mevrouw. Ik werk vanaf 3:30, 4:00 sta ik al op. In de ochtend? Dan werk ik tot 5:30. Jawel, vanmorgen om 6:30. Oh ja, 6:30 was ik al op de markt vandaag. Ik loop in het donker naar de markt. Geweldig. En dan ben ik al om 7:00 terug. Dan begin ik continu echt uw lach. Ga ik in mijn tuin dieken en als ik naar voren kom, dan plant ik niet veel. Mm-hmm. Maar dan ben ik dood op. Okay. Echt, dan wanneer ik denk, oh jee, RBN, dan ben ik... Dan heeft het strooimannetje al gestrooid voor me. Oké. Laat me kijken hoe ik omga met de tijd. Laat me het meenemen. En even na, misschien kan ik een beetje eerder beginnen. Dat vooral. Laat me kijken. Is dat goed? Ik beloof... Ja, ik weet dat je een schat bent. Nou, nu krijgt u al een... Kijk, ik keek al lang. Is niet nu dat al die mensen alleen... Maar nu heb je een hele vliegveld gehad. Ja. Weet je wat dat is? Nee, vertel me nog. Een mooie vliegveld voor helikopters. Op zo'n manier, oké. Okay. Is goed. Maar laat me kijken hoe ik ermee omgaat. Ik beloof maar niets. Maar luistert u nog iets. Vertel me. Weet je wat ook gaat helpen? Wat? Kijk, vele ambtenaren, mm-hmm, vooral die een positie hadden, mm-hmm, hebben hun vrouwen ook in overheidsdienst geplaatst. Dus wat gebeurt nou? Hebben ze straks 2 pensioenen? Ik heb 3 kleindochters met allemaal bachelors gemaakt. Kunnen nog nu toe na 3-4 jaar geen werk vinden. Dus als ze deze dingen ook beginnen op te ruimen, begrijpt u, die man wil blijven of die vrouw wil blijven. Mm-hmm. Maar Eva, ze moet eruit. Zodat de jongeren ook een kans nou vinden. Ja toch, meneer Perkan, is het eerlijk of niet? Ja, mevrouw, u hebt gelijk. Ze hebben op het nippertje hun vrouw ook tot ambtenaar benoemd. Is goed. Daarom vinden de jongeren geen plaats. Okay. Heeft u me gelijk of niet, meneer Perkan? Ik ga u straks antwoorden, mevrouw. Ga je straks antwoorden. Ja, toch? Ja. Deels. Deels. Oké. Okay. Maar ik ga u groeten en ik bedank u. Kijk, laat me deze dingen eens meenemen. Om te kijken wat we aan die zendtijd kunnen gaan doen. Want we willen toch... iedereen bereiken. Maar kijk, wanneer een persoon werkt bij de overheid, hoeft het niet per se slecht te zijn dat zijn vrouw ook werkt bij de overheid. Als de vrouw de capaciteiten beschikt, de vrouw heeft de juiste baan, kan een bijdrage leveren in het systeem van de overheid en wil een goede ambtenaar zijn. Want kijk, ambtenaren zijn goede mensen. We hebben alleen van de ambtenarij een etiket gehad, opgeplakt gekregen, dat het minder goede mensen. Het zijn verdomd goede mensen. Ze moeten het elan van vroeger, van status van de ambtenaar, moet terugkomen. Een ambtenaar moet trots zijn dat hij ambtenaar is. Begrijpt u? Dus als per se een man voor de overheid werkt en die vrouw werkt ook voor de overheid, hoeft dat niet per se slecht te zijn. Waarom mag het niet? Als ik voor die overheid zou werken en mijn kind wil toevallig ook voor die overheid werken, waarom zou dat niet mogen? Waarbij u komt erop eigenlijk alleen neer dat andere mensen ook een goede mogelijkheid moeten krijgen om toe te treden tot die overheid. Dat is alles. Maar het mag, het hoeft niet slecht te zijn. Dat meerdere mensen uit één familie voor de staat werken als ze de staat op een correcte manier willen dienen. Dat hoeft niet slecht te zijn. Hoeft niet per se slecht te zijn. Want de staat dienen is een gave. Wanneer je voor die overheid werkt, ben je dienend bezig. Je dient die hele samenleving.
Want wat ik u altijd heb uitgelegd, ministers komen en ministers gaan. Maar die ambtenaar die blijft. Dus wat Santokki ook heeft gezegd, en hij heeft het gezegd, die ambtenaren moeten getraind, geschoold, scholing moet doorgaan, zodat we top perfecte ambtenaren krijgen. Mensen die ook trots zijn dat ze ambtenaar zijn. Is geen mensen wanneer je zegt, hier ook al lanti na mij dokken, omdat aan mij shing, dat aan mij ook gilanti. Omdat mensen door de jaren heen begrip ambtenarij een term van hebben gemaakt, alsof het een verzamelplaats is van mensen die maar een baan zoeken en toch niks willen doen. Er zijn verdomd goede mensen erin. En we moeten die mensen waarderen en die mensen het nieuw elan geven. Nieuw elan in de overheid. I'm working for the government of Suriname. I'm working for the government of Suriname. I'm working for the people of Suriname. En man wakkanang in de rechtop. Maar dat gaat tijd weer nemen. Tijd. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Pirkan. Ik wil even een kleine aanvulling geven in verband met dat half uurtje wat ze de klok teruggedraaid hadden toen de tijd. U kunt zich misschien herinneren dat kort na die coup dat we gebombardeerd werden door de Nederlandse Omroepstichting met 's ochtends nieuws. En dat was altijd om 6:30 of tegen die tijd. Alle ambtenaren, iedereen was gekluisterd aan de radio om te luisteren. En dat viel dus de overheid op, de regering die toen de tijd zat, de coupplekers. En in verband daarmee heeft men toen de klok teruggebracht met een 30 minuten, dat de mensen, vooral de ambtenaren, niet meer konden luisteren. Dat is echt de reden, want ik was heel dichtbij toen. En ik kan het u vertellen, ik weet het. Ik ben ook een senior burger die toen heel dichtbij de boel zat. En dat was de ware reden dat men de klok toen teruggedraaid heeft. Om te verhinderen dat de mensen iedere ochtend, voordat ze aan het werk gingen, eerst naar Radio Nederland zouden luisteren naar het nieuwsjournaal. Dat was het. En niet, geen enkel andere reden hoor. Ja, ja. Dat kan ik u met 100% zekerheid zeggen. Dank u wel. Oké, dank u wel. Ik ga even mijn tijd nemen om erover na te denken, want het is zo lang geleden, maar ik weet wel, nu die meneer al iets zegt, dat ik die periode heb meegemaakt, doordat er censuur was in ons land, waarbij mensen als ik niet meer konden praten. We konden niet meer praten. De omroepstations hadden geen recht van vrije meningsuiting, zoals we nu lekker kunnen babbelen en lekker kunnen kletsen. Waardoor de burger van zijn informatie afhankelijk was van de wereldomroep. Dat is RNW. Dat was Radio Nederland Wereldomroep. En de wereldomroep ging dan speciaal uitzendingen maken gericht op Suriname. En wij konden toen alleen naar die uitzending luisteren, niet via de gewone radio, die AM-radio, dat kon gewoon niet. Het waren korte golfradio's. Je moest een shortwave radio hebben om naar te luisteren. En ik luisterde er ook naar. We hadden shortwave radio's op een gegeven moment ook hier. En doordat er censuur was, gingen mensen. Maar of dat nou de reden is van die klok, dat moet ik even weer na gaan denken. Maar die meneer zal hoogwaarschijnlijk het ook weten. Maar goed, dan weten we dat ook. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Pirkan. Zoveel mensen hebben zoveel dingen gezet over die tijd. Maar ik weet niet, als u zich kunt herinneren, de ambtenaren werkten vroeger van 7:00 's morgens tot 2:00. Het was 7:02. En men wou die tijd dus veranderen. En men zat ermee, zegt ja, zouden ze 7:03 brengen. Dus toen heeft men die klok met een 30 minuten dus veranderd. Oké. Okay. Want ze zaten ermee, zegt, zou het 8:04 worden? Of weet je wel, of 7:30. Nou, dus ze zaten met die tijd. En het is in de ding, want toen heeft men nog gezegd, Suriname is met een 30 minuten vooruit gegaan. Oké. Is goed. Hai. Ja, dank u wel. Dat wil ik zeggen. Is goed, dank u wel. Dus kijk, één klok, één tijd. Zoveel reacties en zoveel verhalen. En zoveel verschillende verhalen. Dus
Ik ga het even goed navragen. Ik zeg niet dat u het niet weet. Maar ik heb 3 verhalen gehoord. 1 was tijdzone verhaal. 1 was de reden van de wereldomroep verhaal. De andere is nou weer eentje van... het ging om die ambtenarij. Om ze een ander tijdstip te laten werken. Dus ik moet dat even natrekken. Het is heel lang geleden. Het is heel lang geleden, maar ik ga het wel vinden. En dan hoop ik met die informatie te komen naar u toe. Maar daar heb ik even wat ruimte nodig. Niet dat ik u niet geloof, maar u begrijpt, als ik over 1 onderwerp 3 verschillende redenen heb gehoord, dan moet dat wel even nagetrokken worden. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bent u er nog? Hallo. Ja, goedemorgen. Jawel. Gaat uw gang. Ja, ik heb even een vraagje. Ja. Met zo'n slecht beleid heeft de NDP toch 16 zetels gehaald. Ik wil graag uw mening hierover horen. Prima, dank u wel. NDP heeft 16 zetels gehaald. U moet naar die zetelverdeling kijken. Want die zetelverdeling is een oneerlijke zetelverdeling vanwege het kiesstelsel. De NDP heeft pakweg, even kijken, waar zijn mijn blaadjes, ik heb het hier bij de hand. De NDP heeft 60.000 stemmen nog weten te vergaren. Dat moet u in de gaten houden. En niet zozeer het aantal van de zetels. Prima, ik heb het hier, oops, dus alle papieren. De NDP heeft gehaald 65.660 stemmen. Daar moet u naar kijken. Maar als u het vergelijkt met wat ze daarvoor hebben gehaald, ik kijk nooit naar de zetel, want de zetelverdeling is diefstal van de stemmen van de burger. Omdat ons kiesstelsel gewoon oneerlijk is. Maar die 65.660 stemmen, dat zijn nog verdomd veel stemmen. Houdt u dat wel vast. Dat zijn veel stemmen. Maar ze hebben een terugval meegemaakt van bijna de helft. Want de NDP staat boven de 100.000 stemmen daarvoor. Boven de 100.000 stemmen daarvoor. Nu heeft de VHP 108.000 stemmen daarboven. Dus inderdaad, we moeten het niet onderschatten. Het gaat om 65.660 mensen die ondanks alles wat wij beweren, toch nog anders geloven. Dat moet u niet onderschatten. Dan niet die zetels, hè. Per se 16. Ik kijk altijd naar het stemmen. Want zetels is een vertekenbeeld. Want als je kijkt naar de ABOP. ABOP heeft maar 24.916 stemmen. Dat is weinig. Ten opzichte van de NDP. Maar ze hebben 8 zetels daarvoor in de ruil gehad. Als je kijkt naar de NPS. NPS heeft meer stemmen dan ABOP gehad. De NPS heeft 32.386 stemmen. Maar ze hebben 3 zetels. Dus waar ligt het? Het kiesstelsel is gewoon oneerlijk. Maar ik kijk wel altijd naar het aantal stemmen. En dan heeft die meneer geen ongelijk. Dat zijn verdomd veel mensen, ja. Die toch nog anders denken, anders geloven in alles dat watgene wij beweren. Hebt u geen ongelijk over. Dus die mensen zijn niet overtuigd van alle verhalen van wat men zegt van slecht beleid. Ze zijn nog niet overtuigd ervan. Dit is Rashid Pierkan, Skull Arjor Kul. We doen het live op de zaterdag. We gaan na 8 augustus gaan we naar de avond. We gaan naar de avond, want ik doe het al te lang. Ik wil ook een weekend vrij, hè. Oké, weet je wel. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedendag. Goedemorgen. Ja, ik wil even reageren op het verhaaltje van de werktijden van de overheid. Ik was vroeger ambtenaar en toen had je vroeger de 6-daagse werkweek. Van maandag tot en met donderdag, 7-2. En zaterdag van 7-12. Toen was er een discussie gaande om het terug te brengen naar 5-daagse werkweek in plaats van 6. Toen werd het maandag tot en met donderdag van 7-3 en vrijdag van 7-3. En dat is het nu. Inderdaad. Ik kan dat is mijn bijdrage. Oké, dank u wel. Dus het is leuk om te horen hoe het vroeger aan toe ging. En ik kan me wel herinneren dat de overheid ook zaterdag halve dag werkte. Dat kan ik me wel herinneren.
is toch leuk om te horen, zodat de mensen die het niet hebben geweten, het nu ook weten hoe het vroeger aan toe ging en hoe de werktijden in elkaar zaten en hoe we vandaag aan de dag die overheid een vijfdaagse werkweek heeft van 7 tot 3. De overheid heeft een vijfdaagse werkweek in plaats van een 5,5-daagse werkweek. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Oké, ik denk dat die verbinding eruit zit. Hey, mi guru, boy. Met Dusan Jara. Hé, maar Jereno. Maar de concurrentie viel lijn nou, Jere. Nou, mijn grap. Met Tegi. Dat met Dusan. Ai. Dat is wat dat dikke vrouw. Ah, dus ik ben helemaal uitgetekend. Nee, maar ik weet niet of je dik bent. Je hebt me alleen gezegd dat je... Ja, toch, maar dat is mijn volg niet. Dus hebben je zelf... Ik volg niet, dat is maar zelfs die dikke vrouw die je belt. Maar ik heb nooit gezegd dat je dik bent. Dat je tegen Taki... Nee, ik heb er geen moeite mee, want ik ben het. Ik heb er geen moeite mee, guru. Dan maak ik een... Met die vrouw, is jij de vrouw, je doet toch een gij. Tegen vrouw, dat kan hem jaloezo jaren. Maar met Tegi... Jereno, met Tegi, schat, jij bent internationaal bekend. Ik heb je toch al gezegd. Wie speelt me gewoon grond tapu? De mannen actie voor mij, de mannen actie voor jou. Omdat Jereno, omdat na schommeling toch, na communicatie. Maar Jere, boy, Jere, wat deed me tjari in kal a djorkel? We spreken wat ze af, minang a jou. Dat moet je ook in de uitzending, dat moet je ook doen een uitzending. Live. Aboom, lekker, sweet. Maar wat is nou weer, hè? Zo de gewichtig wang. No, dat is normaal. Zou wat doen? Dat lijkt op dat straat. Zo intellectueel. Zo intellectueel. Maar je de bron van je karme intellectueel. Je de bron. Je de bron. No man. Je honderd. No. Maar moet je ook zitten. Wo sete tapo satra mate hori frey. Dale tak asisa. Mo seno wa wagigi kon teki. No me crei. Mo seno wa wagi kon. Ero we mang. Da mo poti ja da minanga. Minanga da sto so do one half euro sam of one 3 quartier. Life. Ya yeah, one quartier ya. Yeah. Life minanga you life une do telefoon. Une do telefoon moro. Je begrijpt toch? Nee, toen is je sweetie. Maar kan dit met jou in... Ja, kan dit met jou in beeld dat je kijkt dicht het op het 3 maal? Je begrijpt. Ik moet misbruik... Ik moet ook misbruik van jou maken, hè? Misbruik. Je moet ook boy. Hè? Je maakt misbruik van jou toch? Maar je bent nou goed. Ja, dat is maar. Ik heb het niet gedaan. Mij moest lukken jou. Ja, precies. Maar, omdat mij de fysiek ba in een fase van roko geweest ambtenarij, en hier is een vrouw taxo net over de vrouwen die in dienst zijn genomen, maar anders zijn niet nieuw. Zijn dingen die al jaren gebeuren. Maar waar zijn mij aan taki? In Sernang, ter de minister Stong. Met de pena omgeving. Je volgt me. No. Leg uit. De moxie, de pota multicultureel in de ei. Mm-hmm. Toch? Want je hebt een groep aan alle mala. Het is dom dat je altijd goeiemorgen of goeiedag. Dat je ziet waar soort versie. Maar of de pot ook toe, de waar versie, met de stap dat de horeca en dat Suriname is een multicultureel land. Suriname is van ons allen. In Moksi, in Blakka, in Rustani, in Weti, in Japanese. Dat moeten ze wel meenemen, want het is soms heel moeilijk.
tegen konta van ministerie. Dat je ziet one soort visie. En if de put one soort visie, met de screen ding, met de maand in de oppo, de legde uit dat de Surinamers komen om het ministerie om geholpen te worden. Want in dat hebben we nog een groot gebied, de goede niet nagesproken, mijn goed, want je dacht, ambtenaren naar boemboes, maar je zegt dat als je loopt van je power, de ambtenaren. Maar met de sabbassan dat je dacht, hoe ben je, nu met dit soort waanvolk of dwalekrasje zien. Want soms tegen ga je vrede te gaan asma, omdat je rekent te gaan naar spot toe. Maar blijf Suriname hoog houden. Dag mijn goede man, ga je om niet, maar hou het dat je bent sorry van 8 augustus, jere. Je bent 8 augustus. Jere, nou bel me aan dat, jere. Nou bel me, want je poort me die. Nou bel me. Nee. Want volgens mij, je loer aan die. Je loer. Dat ik al, de waf de moro, dit mooi die vindt ook. Je loer aan die, je poort aan pen gim. Je sap je poort aan pen gim. Maar dat je eet dat. Maar dat je eet dat augustus, 8 augustus, 8 augustus. Na 8 augustus. Maar 8 augustus, dat was zaterdag. 8 augustus, dat is een gewone zaterdag. Ja, maar ik ga het wel missen. Je hebt gelijk. Maar ik ga het wel missen zaterdagmorgen. Schat, ik ga het wel missen. Ik heb er geen moeite mee als je in de avonduren komt. Maar waarom? Maar Aziza gaat het wel missen. Omdat ze lekker relaxed zit zaterdagmiddag. Want ze is zaterdagmorgen. Ze is al gepensioneerd. Dan zit ze naar een sweetie zijn naam in de study boy. Dan met Arki helemaal lekker. Ik in een sap van mijn arki. Als je sap van mijn arki in je pura satra. Maar ik heb respect voor je weekend, want je weekend ook vrij zijn. Okay. Dag mijn schat, have a nice weekend. Oké, okay, thank you. Oké. Okay. Anyway, dat was onze laatste beller. Het was Aziza. Aziza is Ivorit internationaal bekend. Maar ta India amigo. Da India. Ja, maar toen maakt die drapje toch. Mijn arki soms. Mijn acht me zo, voor een dame die zie, dan ook over die andere meneer hoor, maar ik ken die man zijn naam niet. Die man die altijd zegt meneer Pierkan, twee mensen, internationaal, brada, internationaal. Maar anyway, laat me tot besluit nog één ding meegeven, omdat iedereen vraagt erover, maar niemand weet precies hoe het in elkaar zit. Bij de overdracht van, bij de inauguratie van Chan Santokhi als president, hadden de mensen verwacht dat het president, gewezen president Bouterse een ambtsketen, zo'n ketting, wat ze noemen ambtsketen, zou hij omhangen bij Santokhi. En ze hebben dat gemist en ze hebben een sjerp gezien. Dus iedereen rommelt eromheen, maar laat me u vertellen hoe het in elkaar zit. Die ambtsketen is geen gebruik meer. Het is afgeschaft op 30 april 2014. Nogmaals, ambtsketen is afgeschaft op 30 april 2014 middels een nieuwe wetgeving waarbij men overgegaan is tot officieel een sjerp. En dat is een sjerp die je hebt gezien, die Bouters heeft omgehangen bij Santokhi. Die ambtsketen was in gebruik van 1977 tot 24 november 2013. Dat was de laatste keer dat het gebruikt is geworden. Daarna heeft men een nieuwe wet gemaakt om te zeggen, we gaan geen ambtsketen meer gebruiken, maar we gaan een sjerp gebruiken. Dus dat hebt u gezien. Dus de mensen die zich afvragen, waar is die grote ketting? Laat me voor het gemak zeggen, pa biki kitty de. Want vinden we, pa biki kitty, toch? Pa kitty dat de. Als dan schaf af. Dus einde discussie. Het is afgeschaft. Het is niet gestolen. Het is niet bij iemand thuis. Het is nergens. Het is gewoon afgeschaft. Dan weet je dat ook voor vandaag. Ik groet u. Ik bedank u voor uw tijd dat u hebt willen nemen om weer te luisteren en te kijken naar Rashid Pierkan's Kala Jorkal. Ik bedank de bellers voor hun medeparticipatie. Ik bedank ook de bellers die hebben geparticipeerd en veel aanvullende informatie hebben gegeven, zodat we allemaal aan het eind iets van kunnen gaan leren. Ik bedank ook de duizenden mensen die kijken. Je hebt duizenden mensen die kijken, die zeggen van ik hou ervan om te kijken. Ik hoef niet per se te participeren, maar ik hou ervan om te kijken en te luisteren wat andere mensen ook willen zeggen. Maar u bent altijd welkom om te participeren. Ik bedank alle internationale luisteraars en kijkers ook, want deze uitzending is live. Hij is live op YouTube, hij is live op Facebook. We zitten overal worldwide. En
mocht er weer iets fout zijn, iets verkeerd, bied ik me verontschuldiging aan. We zijn niet perfect, maar we zorgen ervoor dat we geen grote fouten maken. Want dan is je verstand even mis. Dus dat weer ook niet. Maar ik wens je een mooi weekend toe. En inshallah ben ik er weer woensdagavond om 8 uur. Via Alpha Televisie, kanaal 5.2. Met een andere aflevering van Rashid Pirkan's Kala Jorkal. Ram Ram, namaskar, goede hafiz. Salam alaikum, dit was Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkan's Kala Jorkal. Dag.